De personeelsbond bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek ABS heeft vandaag het werk neergelegd. De reden daartoe is de late uitbetaling van hun salarissen over de maand augustus. Het bureau valt onder het ministerie van Financiën. Bondsvoorzitter Roy Adema zegt dat sinds vorig jaar oktober het ABS salarissen laat krijgt uitbetaald. Het is elke keer weer een punt van frustratie voor de werkers, legt de voorzitter toe. Het is al een moeilijke tijd. En dan krijgen ze nog op verschillende plaatsen waar ze schulden hebben, moeten ze boeterente betalen omdat het geld niet kan worden afgetrokken van hun rekening. Vorig jaar, september, eind september, was het zo dat ze op 4 oktober hebben ontvangen. En zo loopt het tot we dus bij de minister zijn beland op een gegeven moment. De mensen zijn op straat gegaan bij Financiën. En de minister heeft ons ontvangen en de minister van Financiën. En er is toegezegd dat we dat... Helaas is dat alleen maar in april gebeurd dat we op tijd hebben ontvangen. Daarna hebben we altijd moeten hosselen om... En we hebben verschillende nummers die we moeten bellen. We vragen de mensen om medewerking. En ja, het lukt maar niet. Ook deze maand is het weer het geval. En de mensen zijn een beetje boos, hè. Een beetje boos. En vandaag zijn ze weer in actie gegaan, omdat... Ik heb ze gezegd, laten we ons houden aan de wet. 1 dag voor het einde van de maand moet er betaald worden. En dan is gisteren niet betaald. En vandaag zijn ze dus in actie gegaan weer. En dat is niet goed voor het bedrijf. Dat is niet goed voor het ABS. Dat weten we. Maar ja, je kan de mensen niet zeggen van... luister, je hebt geen geld, maar you gotta move. Adema zegt dat hij heeft begrepen dat vandaag er opdracht is gegeven om de salarissen uit te betalen. Het personeel zal dit echter niet blijven pikken en zal nagaan welke stappen ondernomen zullen worden. Ook het feit dat de loonsverhoging nog niet is uitbetaald, irriteert het personeel, zegt Adema. We hebben een CAO getekend met de directie. En dat is pas getekend nadat de directie mandaat had om dat te tekenen. Een verhoging van 4% ingaande 1 januari 2015. Dat is tot nu toe niet uitbetaald. Dat wekt wrevel. Maar... Het is ons toegezegd dat men, wanneer men... Want de stukken waren niet te vinden. Het waren de nodige stukken had. We hebben gezorgd dat de nodige stukken er zijn. En tot nu toe is ook die 4% niet uitbetaald. En dat wekt een beetje wrevel bij de mensen. Gaat het wel worden uitbetaald? Ik denk van wel. Het is toegezegd. Het is getekend, een CAO. Het is toegezegd. En het zou door de Raad van Ministers behandeld worden. En we zijn bereid, want ook dat is ons voorgehouden, dat de zaak in kavels betaald wordt. Geen probleem. We moeten kijken hoe we dat allemaal doen samen. Roy Adema, voorzitter van de personeelsbond bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Het personeel heeft vandaag het werk neergelegd omdat zij nog niet is uitbetaald voor de maand augustus.